De spelers waren het afgelopen weekend vrij, dus was het voor de training even tijd om bij te kletsen. Voor het eerst sinds lange tijd weer bij de groep Mats Rits. De jonge Belg is weer hersteld van een enkel blessure die hem ruim 4 weken buitenspel had gezet. Zijn landgenoot Toby Alderweireld is nog niet helemaal fit. Hij raakte vorige week bij het Belgisch elftal geblesseerd aan zijn enkel. Sindsdien werkt hij hard om de toppen van komende zaterdag tegen AZ te halen. En als Alderweireld het haalt, is het voor trainer Frank de Boer een zorg minder. Door schorsing mist hij Gregory van der Wiel en door een blessure kan hij de komende maanden niet beschikken over ziektezon. Dimitri Boulikin is de eerste vervanger. De Rus heeft daardoor uitzicht op veel meer speeltijd dan hij een maand geleden nog had verwacht. Morgen zijn de interlands en donderdag traint Ajax weer met een volledige selectie. 2 dagen later, op zaterdagavond om 6:45, is de wedstrijd tegen AZ. En na de stap achteruit tegen Groningen wil Ajax tegen AZ weer een stap vooruit.